jou dus nooit echt trouw. Nee, hij bleef dus nooit echt trouw. Hij zocht naar alle vrouwen. Hij praatjes bij de vleet. Hij hoort van Bouk en Bea. En ik nog van haar geet. En leed dus dan in de steek. Toen had hij de mij alweer. Toen hier dan voorbij. De leerde en de tuutje. De praatjes op een rij. Al die praatjes op een rij. Wat was dan Poppie Joppie? Maar bij een schip is nog. Ze leerde is maar even. Maar jou geen enkel jacht. Het is trouw wat het daar docht. En is de liefde oer, de hertstocht, ik voorbij. Wat oerbloot, korfwoord. Maar die warm je bij die. Ja, die warm je bij die. Ja, nou had Gerbe vrij gehad waar jij even zijn mini-optraintje doen, maar zat wie dat wend binnen om te doen. En meestal niet willen bij ons optraintjes geweest binnen die weten dat we de Veskes altijd wat onkop praten. En dat we eigenlijk misschien wat oer de Veskes vertellen kan. Nou is het zo dat de Veskes die het was jongen, dat die al je weer gebeurd ben. En ik het volgende Veske. En ik denk dat Gerbe net zo blij mee is dat we dat hier doen. Want de meesten moeten weten dat... Nou, Gerbe wie is in jonge jaren wel aardig, maar de vrouwje. En ik had toen een skofje wat scharrelen met Gerbe. En ik dacht, nou, dat is mooi, zo'n wat een bekende Fries. Dus ik werd er heel grutsk op en zo kwam ik op de repetitie. En ik zei, nou, ik ga nou toch een vis kunnen haakslaan. Maar toen die blikken dat... Ja, dat is wat het hele koren wat mooi Gerbe. Oh, oké. Okay. Dus ik ben niks van Bibelen. Nee. Maar ja, goed. Sommige mannen die komen er maar voort. En dan ben je misschien al nozel dat je blauwe. Maar ja, het wie te leuk. En we kennen er om grienen, maar we kennen er ook een veske van maatje. En dat veske wil we opdragen aan die Gerbe, omdat we zo'n verschrikkelijke... Mooie wilde tijd, Marihona. Geweldig. Ja. Nou ben ik benieuwd. Dus het verske hit van Gerbe. Hey Gerbe, ik weet dat ze zwak van vrouwen has. Alle keren een hoor en dan lees mij weg voor van die. Er komt mij soms een paasje taan, maar ik wil liever alles aan. Als ik dacht dat ik bij wie in de prompte wachtje stier, wist ik eens al hoe leeg had het wier. En dan bleef ik er maar stil in mijn allermooiste kleer, te wachten op die net de moed om te geven. Oh, hey Gerbe, ik weet dat ze zak van vrouwen has. Alle keren me hoor en dan lees mij weg voor. Van die liefde komt mij soms een pasje taan. Maar ik wil liever alles aan. Toch is hij nog net Eljan, die geest is nog te vrij. Joet Rosanne, maar mooi was van mij. Was mij nog net bieden en als een broekstoom mij. Maar kind mijn is geen zijn kek, prik op tijd. Oh, hey Gerbe, ik weet dat ze zak van vrouwen has. Alle keren benoor en dan lees mij weer voor. Van die leerde komt mij soms een paasje trap. Maar ik wil liever
Wat aardig. Dat vind ik wel heel bijzonder ook eerlijk mee, hè? Maar hoe hij hem dat nou snijden? Want ik ben net besteed om naar Sint-Jabrika te komen. Ik heb wat oors. Dan zie ik je mijn oren niet meer komen. Want er zit verst en gurm in de sales. Ik ben er meer man als... Als het jerk ja. Ja, wees. Oké. Okay. Ja. Succes erbij. Ja. Maar we krijgen nu een primeur eigenlijk. En een verske wat voor u heel spannend is. In het begin had u zo vragen, je jonge verske zoer, wat voor ellende we hebben. En een groot part van die ellende, dat is aan de man vanzelfs. Maar ja, er is ook nog wat u verschrikkelijk bezig houdt en wat u verschrikkelijk kliert. En dat ben uw hormoon. En we zijn er op verschillende fasen van uw leven. En we zijn nu ook weer op een fase dat die hormoon aardig... weer rond op spieling binnen. Hm. En zoals met al uw probleem, dan doen we dat in verske. En dan ben we het weer kwijt. Ja. Bloed, zweet en tranen. In de puberteit, ja de puberteit. Oeral poesten, wat een strijd. Om het hutje, maast ik kniezen en goele tagelijk. Zag er reinig, want voor het eerst gie de reden lopen ruut. Roet, schwit. Een mooi skotletter, werd een ontslag op mijn lief. Wat een wonder, een poppe, goed trainen van gelok. Mami lief, het model, kan die streamen, wat we vat. Bloed, schrift. Timburg, ja Timburg, rint het zwit mij bij alles del. Brood uit, brood waarom, vliegen bij de morgen op. Ik wog in, flubber lief, en nog meer teren in mijn kop.
taal aan ons laatste feske. Ik wist aan wie er gebeurt verhaal. Het is misschien al wat een pikant feske om dit tijdstip, maar we hadden gedacht dat we het maar even dwaan moesten. Het verhaal is begonnen in Jouren, daar winnen we op straat festival. En een van ons wie Jiri, en wij winnen al jaar verbaasd. Best wel mooi, want ook best wel met Jiri. Ja, nou, daar winnen net een die erom tacht. Ik denk, ik krijg ze goed met je maar te jong. Nou, zonder maar we wat maar dwaan. Dus zo'n keepje wat leuks van diezelf. Dus zodoende dan ben wij daar in lingeriezaakje belonen. Maar het hele koor, zo'n pieplits lingeriezaakje. En daar hebben we een prachtig mooi strengje van leer. En we zijn. Keep je dat nou? Wat kan hij dat schelen? Nee, dat kan het. Ik ben misschien wat te dik ervoor. Ah, wat kan hij dat schelen? Huppakee. Dus dat strengje mooi. En gaandewaai kringen we er steeds meer willen. Want wat zit er nou mee uit te halen? Ja, ze gaan een mooi idee. Ik zal er jongen wat mee uit te halen. Misschien wordt het nou wel een hele leuke jiddy. En nou ja, op een repetitie daarna zitten wij dus al Maria de Eerkes van wat is er hier gebeurd. En toen kwam dit verhaal. Het weer een beetje oorzroen als dat ze tacht. De poepet. Ik ben benieuwd.